Goedemiddag allemaal, welkom terug op mijn vlog. Wij zitten het 12e dag van het Ramadan, dus het bijna het helft. Ik ben blij mee en ik zit hier leren en het voorbereiden voor mijn toets volgende week. En ik heb een Nederlandse presentatie. En op zich vind ik presentatie niet zo moeilijk, maar ik vind het spannend, want ik spreek op andere taal. Dus dat is wel spannend natuurlijk, want mijn Nederlands is nog steeds moi. Maar wij gaan vandaag een uit eten, dus een andere plek. En waar heel veel mensen daar komen. En verschillende culturen natuurlijk. En ook, ja, maar en eigenlijk de plek is, heeft georganiseerd door Somalische mensen. Dus jullie gaan ook straks mee. Want ik wil jullie ook zien wat is de inhoud van de Somalische iftar. Dus ja, tot zo. Ik ben er klaar voor vandaag. Ik heb meer dan de helft gedaan. Ja, en ik heb helemaal geen zin meer om nu verder te gaan. Ik heb een beetje slaap. Dus ga ik even slapen. Hallo, kijk wie ik hier heb. Hij is Nahid. Hij is een beetje boos. En hij is Nadim. Ja, jullie zijn echt heel favoriet. En die is de baby. Hij is bezig met mijn laptop. Laat mijn laptop los, joh. Nabil! Nabil, laat mijn laptop los! Wat? Zeg maar hallo tegen mijn kijkers. Wat? Dat is een beetje grappig. Ja, hè? Hij is bang, want hij heeft mijn eigen laptop gewoon gedaan. Oké, kom eens hier. Niet te lang houden. Kom maar, kom. Nee, nee. Ja, zie ik. Oké. Rustig. Nabil! Nabil, ben je blij? Maar nog, niet nog een keer mijn laptop afvallen, hè? Ja? Dit is jouw. Goed zo. En dan staat hij. Ja. Wat? Wat? Dan ga hij. Doen jij daarna? Ga. Ja. Dan gaan we weer huilen. Ja. Nee. Wie doet dat? Wie doet dat? Nabil. Oké. Ik heb net al een beetje gegeten en ik wacht nu op 2 uur op eten. Hier is echt de hele druk, maar het is wel lekker en gezellig. Mensen. Hoi Mindy, hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, met mij ook gaat goed. Leuk dat jij hier bent bij iftar. Ja, ik heb heerlijk gegeten. Ja, heb je helemaal heel lekker gegeten? Dat is echt belangrijk. Super. Ja, ik ook. En wat denk je van hier, zeg maar, eten en de sfeer hier eigenlijk in het algemeen? Nou, de sfeer was echt gewoon super positief. Iedereen probeerde me erbij te betrekken van, ja, ik weet bijvoorbeeld niet wat er in de pastijtjes zat. En dan wordt helemaal uitgelegd wat erin zat. Iedereen heel positief en uitleggen wat de Ramadan voor de Somalische gemeenschap betekent. Gewoon ook wat het betekent om hier met z'n allen bij elkaar te komen en een moment van bezinning. Ja. En je merkte dat dat gewoon zo leefde. En ik geloof dat we met 150, 200 mensen hier hebben gegeten vanavond. Ja, het was super, echt heel veel. Heel veel, ja. Ja, en die waren echt helemaal gezellig en blij. Kun je ook maar kennen. Ja, iedereen was blij en positief. Ja, een soort van verbondenheid. Mm-hmm. Alsof iedereen een beetje familie van elkaar was. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling van Ramadan eigenlijk. Ja, maar we hadden Somaliërs uit. Ik heb uit Brabant mensen gehoord, hier uit Nijmegen. Ja. Volgens mij ook uit Limburg. Mm-hmm. Echt, nou ja, ik wist niet dat zoveel Somaliërs. Ook Druten ook. Druten, nou, ja. Echt heel veel verschillende mensen. Allemaal Somalische mensen, maar op verschillende plekken van Nederland. Mooi gezien. Dus ik vind ook dit, de uniform van de politie is echt heel leuk. Ik heb ook trouwens gedraagd. En ik vond het echt heel strak en warm. Maar er zijn foto's van, die kan ze straks zo in de vlog inmonteren. Ja, natuurlijk. Ja, met haar samen ook. Ja, het is echt heel netjes. Maar bedankt voor de knuffeltjes. Leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Het eten was super lekker en was ook gezellig. En ik vind het super leuk wanneer het eigenlijk met heel veel mensen ontmoeten. Om samen te eten, gezellig hebben. En ik ga nu slapen. En ik hoop dat eigenlijk tot heel veel tijden zo blijft met mij en met andere mensen ook natuurlijk. Dat jij goed voelt en lekker voelt. En slaap lekker. Ik zie jullie morgen. Ik ga zo naar de winkel. Ik ga wat halen.
Ik draag nog mijn rokje op abaya. Kijk, het is wel dicht. Het is wel makkelijker hoor. Want als jij ook pyjama aan doet, dat kan ook niet. Vinden jullie mooi? Het regent. Zien jullie dat? Hey, ik ben net terug van moskee. Ik heb het variaatstaart gekregen. Ik ga nu opeten en gaan slapen. Slaap lekker. Goedemorgen. Ik ben te laat van de school. Half uurtje bijna. Dus ja, maar ik heb wel lekker geslapen. Eigenlijk de eerste en tweede uur is zelfstandig werken. Ik heb niet zo belangrijke les. Maar ik wou dat ik al mijn huiswerken daar doe. Want daar, na de school heb ik geen tijd. Eigenlijk niet. En vandaag is de 15e van Ramadan. Dus het helft. Dus de tijd gaat echt zo snel. Over 2 weken is suikerfeest. En wij moeten eigenlijk vanaf nu een beetje beginnen met te voorbereiden en zo. Goedemorgen meneer Frans. Hoe is het? Hallo, ik heb geen gegronde reden om te klagen. Nee, goed zo. Maar ik moet nou naar de pijnbank. Oh, dan moet je naar huisarts. Oké, kom samen lopen. Ik wou het vlog. Zeg maar hallo. Zeg maar hallo. Hallo. Hallo, hij is mijn boerman. Hij is weer lief. Ja? Ja. Ik moet naar de therapie. Oh, kom op. Kom op, we gaan samen. Ik moet op bus pakken, want ik ben ook te laat van de school. Dus we gaan samen lopen. Ik verveel me. Ja, hier is een beetje druk, want ik zit op klas. En mijn docenten zijn een beetje bezig met andere leerlingen. Oh my god, jongens, hou stil eventjes. Nou, ik wil graag mijn video hier beëindigen. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doei.